Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. Zoals je misschien wel hebt gezien, is het een tijdje geleden dat wij onze laatste video hebben geüpload. Dat was de kerstcadeaus video's. En achter in de video hadden we aangegeven dat we even een break zouden nemen. Nou, in het nieuwe jaar gaan wij samen eventjes een break nemen van ons vaste uploadschema op YouTube. Maar we gaan zeker niet weg en we komen ook zeker weer even terug. En we beseften ons later dat het misschien niet heel erg duidelijk was dat hij achteraan de video kwam. En we beseften ons eigenlijk ook dat we een veel langere break nodig hadden dan we in eerste instantie hadden gedacht. Dus vandaar dat we nu wel een paar maanden verder zijn. En willen in ieder geval in deze video jullie even vertellen wat er eigenlijk allemaal gaande was. Hoe het nu met ons gaat en natuurlijk hoe we hierna weer verder gaan. Zoals jullie misschien wel weten is het najaar, de winter, de herfst echt ons minst favoriete seizoen. En deze periode krijgen we ook altijd heel erg last van zo'n typische winterdip. En dit jaar realiseerden we ons dat het misschien niet alleen die winterdip is waar we last van hadden, maar dat we gewoon echt extreem in een sleur waren terechtgekomen. Dat we gewoon heel erg routinematig aan het werken waren en dat we gewoon eigenlijk aan het uploaden waren omdat het... We hadden het gevoel dat het gewoon verwacht werd dat we elke week weer zouden uploaden. En dat voelde gewoon niet heel erg fijn eigenlijk. Ja, want wat je wel kunt voorstellen is dat als je YouTube-video's maakt, wil je ook wat creativiteit delen. En we merkten dat we de laatste tijd eigenlijk gewoon niet zoveel ruimte meer hadden voor die creativiteit. Het heeft ook gewoon tijd en ruimte nodig. En misschien zag je het ook wel eens in onze vlogs. We zaten vooral heel erg te focussen op administratieve dingen. En dat tenminste niet per se op te focussen, maar dat zijn gewoon de dingen die ook hierbij horen. En we waren daar voornamelijk druk mee. En daar worden wij ook niet heel erg gelukkig van. Dus dat is een beetje de reden dat we ook wel een stapje terug moesten doen. We hebben een flinke stap terug, of eigenlijk een stap verder misschien moet gedaan. Ja. We hadden zoiets van, we moeten uit deze sleur getrokken worden. En de beste manier is dan, om echt even weg te gaan. We hebben vrij last minute een ticket naar Bali geboekt. En daar zijn we een maandje heen gegaan. En daar hebben we echt een super toffe tijd beleefd. Sowieso was het natuurlijk zon, zee en strand waar we heel erg gelukkig van werden. Palmbomen. Onze vader kwam ook nog even langs. En Indonesië, daar komen we natuurlijk ook vandaan. Dus we voelden ons daar gewoon heel erg thuis. Lekker eten. Heel veel gechilled en heel erg tot rust gekomen. Als je ons volgt op Instagram heb je waarschijnlijk ook wel het een en ander langs zien komen. Want daar waren we nog wel heel erg actief. Zou ik zeker zeggen, volg ons daar voor de meeste updates. Want daar geven we eigenlijk gewoon wel de meeste updates. Als je wat ruimte neemt, echt ruimte neemt om weer even tot jezelf te komen. Dan komen er ook gewoon diverse emoties los. Kan je dingen weer een beetje van een afstand bekijken. We hebben allebei wel even een momentje gehad dat we echt even een emotionele outburst hadden. Ik heb degene die ik heb gehad, heb ik uitgeschreven op de blog. Daar zal ik nu in deze video niet heel diep op ingaan. Maar ik zou zeggen, klik even op de link in de beschrijving als je wil weten hoe en wat dat was. Ja, vervolgens hadden we wel gewoon heel veel ups en downs daarin. Maar zijn er ook wel wat dingen weer duidelijker geworden voor ons. Ja, wat ik vooral heel erg merkte is dat er bepaalde gevoelens die ik had, die herkende ik gewoon heel erg van zoveel jaren terug. Ik denk dat ik zoveel jaren terug wel echt tegen een burn-out aan heb gehikt. En daar heb ik eigenlijk niks mee gedaan. Dus het is een beetje aangaan modderen. En wat jullie misschien niet weten is dat Larissa en ik doen dit al 3 jaar nu fulltime. Dat is iets waar we heel hard naartoe hebben gewerkt. Waar we ook super trots op zijn dat we het hebben bereikt. Maar de weg ernaartoe was natuurlijk best wel hard bikkelen. En we deden daarvoor de studies ernaast en stages. En we hadden nog een bijbaantje ervoor. Ja, het was gewoon één grote drukte. We uploaden ook veel meer op YouTube. Ook nog veel meer op de blog. Dus ja, eigenlijk heb ik dat nooit echt aangepakt. En er is er ook niet. Dat komt er dan nu toch wel weer een beetje uit hebben gemerkt. En ik weet dat het heel even heeft geduurd voordat we deze video hebben geüpload. En dat is niet... het is niks persoonlijks naar jullie natuurlijk, maar het is ontzettend moeilijk om een video zoals dit op te nemen. Praat over je gevoelens, het gaat door je hoofd, je hoort het, je spreekt het uit en dan moet je het ook nog eens editen, hoor je het nog een keer. Het is gewoon best wel intens om zo'n video op te nemen. Dus dat is eigenlijk de reden dat we ook zo lang hebben gewacht met YouTube. We zijn inmiddels een paar maanden verder sinds onze laatste video en misschien voelde het voor jou heel erg lang, maar voor ons is de tijd echt best wel voorbij gevlogen. Het was een periode vol met ups en downs en er zijn ook zeker wel heel wat tranen gelaten. Dat mag je zelf ook wel weten. Maar op dit moment voelen we ons gewoon wel goed om weer een video op te nemen en om hier weer klaar voor jou te zitten en dit te filmen. Dus er zijn gewoon een paar dingen bij ons duidelijk geworden de afgelopen tijd. En
ja, wat ook gewoon heel erg goed voelt, dat we dus die duidelijkheid hebben. En dat is gewoon dat wij wel nog gewoon één team zijn als Endless Weekend, maar dat we gewoon echt twee verschillende personen zijn. Twee verschillende karakters met twee verschillende, of eigenlijk meerdere soorten interesses. Dus we zijn gewoon, weet je wel, niet hetzelfde, maar wel gewoon een heel goed team samen. Het klinkt voor jullie misschien heel erg gek, want voor ons was het echt een eye-opener. Terwijl we eigenlijk ook wel gewoon wisten dat we compleet andere soorten personen zijn. Ik wil niet zeggen dat de een leuker is dan de ander, maar we hebben gewoon echt een hele andere manier van werken, doen en laten. En dat is ook gewoon helemaal oké. En ik denk dat we daarom ook gewoon goed met elkaar om kunnen gaan. Maar ik denk dat we wel weer een beetje terug moeten gaan naar hoe we het vroeger deden. Dus de mensen die ons echt al jaren kennen op YouTube, die weten dat nog wel. Maar toen namen we ook wel video's apart van elkaar op. Op een gegeven moment zijn we veel video's samen gaan opnemen. Als soort van branding, van we zijn samen Endless Weekend. Er komen nog video's van ons samen, maar er komen ook video's die ik in mijn eentje online zet. Of video's die Larissa in de eentje online zet. En dat deden we hiervoor ook wel een beetje, maar dat zal nu wat vaker gebeuren. Nou, wat kan je dan misschien verwachten, zou je misschien wel denken. We gaan gewoon de komende tijd één video in de week uploaden. En deze zal op de zondagochtend verschijnen. We hebben gewoon het gevoel dat dat echt wel de fijnste dag is om video's te bekijken. En je kan ze natuurlijk altijd nog terugkijken als je liever op een andere dag kijkt. Maar het is in ieder geval dus één video in de week op zondagochtend. Verder zullen wij behind the scenes natuurlijk ook aan onszelf werken. We zijn eigenlijk al in gesprek met een stagiaire die wat taken van ons kan verlichten. We zijn stiekem ook al een beetje aan het kijken naar een kantoor. Misschien dat dat wel heel erg goed kan werken voor ons. In dat kantoortje kunnen we dan eindelijk onze playbutton ophangen. Waarvan we hebben er gewoon een jaar over gedaan om dit ding aan te vragen. Ja. Maar hij is laatst binnengekomen en we zijn er echt ontzettend blij mee en natuurlijk super trots op. Nou, super bedankt voor het luisteren naar ons verhaal. We hopen dat het gewoon allemaal wat duidelijker is. En we hebben gewoon weer heel veel zin om video's te maken die ons echt heel erg blij maken. Waar we gewoon heel veel zin in hebben. En we hopen dat jullie daar ook heel erg naar uitkijken. Volg ons ook zeker op Instagram, de uploaden en updaten we ook gewoon heel vaak en regelmatig. Dus daar kan je ook heel veel leuke updates van ons vinden. En we willen jullie nogmaals heel erg bedanken voor deze steun op ons kanaal en het volgen. En ja, we zien jullie gewoon volgende week met een nieuwe video. En hopelijk tot dan. Doei! Doei.